Vandaag gaan we aan de slag met alleen maar cleans. Ja, drie verschillende soorten. Dus het wordt heel veel vermoeidheid op vermoeidheid op vermoeidheid. Zorg ervoor dat je het juiste gewicht kiest. Dat je dit vol kan houden op voornamelijk dus de cluster en de D-ball. Wat hebben we te maken met vier squat clean en push jerk? Het gaat er eigenlijk om dat je soepel van die squat clean in één keer door kan met die push jerk. Ja, dat je touch and go reps kan maken. Dus je komt ongeveer 60% van je E-rep max gebruik je. Die je denkt te kunnen. Ja, dus als je een tijdje niet gecleaned hebt en je voelt je wat slapper, dan ga je niet die van je all-time max gebruiken. Maar dan pak je die iets lichter. Dan minuut 2, nummer 12, alternating single arm devil's clusters. Oké, dus een squat clean thruster met één dumbbell. Nadat je een burpee gedaan hebt, laat ik zo meteen zien. En we doen max D-ball cleans. Ja, D-ball clean is minder of anders technisch dan de barbell clean. En het is meer gewoon goed hard strekken en over je schouder heen sleuren. Minuut 4 is weer lekker rust. Dat heb je ook hard nodig, want dit gaan we namelijk 6 rondjes doen. En zoveel mogelijk reps op die D-ball cleans bij elkaar sparen. Voor de warm-up ga je ook een imon doen, 8 minuten imon. Je gaat in minuut 1, 45 seconden, dumbbell burpees doen. Dus heb je een dumbbeltje nodig, je gaat op de burpee, op de dumbbell leunen. Maak je een burpee, je gaat alleen maar staan. Dan kan je een paar keer ene kant doen, of je wisselt ook nog om tussendoor, alternering, oefen je alvast de souplesse, die je zo meteen ook gebruikt voor de devil clusters, oké? Denk er wel aan, rug is recht en soepel blijven bewegen. Minuut 2, heb je een bar nodig? In dit geval een PVC-pijp. We hebben de thrusters, dus bar op je schouders. Squatten, boom. Jij gaat rustig naar beneden. Explosief omhoog, dat je op die manier je benen opwarmt en even explosiviteit toevoegt aan je warm-up. Dan een technisch stukje waar je ook een bal was voor nodig hebt. Je hebt gewoon alle spullen nodig in de warm-up voor de, als je die ook voor de workout gebruikt. Maar dan misschien een tandje lichter. Dus ik demo even met de bal, met de metbal. Alleen de techniek is voornamelijk dus voor de D-bal. De bal ligt tussen de voeten. Ja, we hebben onze borst op. Rug is mooi recht. Net zoals met de alle clean variant. Dan gaan we eigenlijk deadliften naar de knieën. Knuffelen de bal. En in dit geval laten we dan weer los. Dus dat zijn 45 seconden, D-ball to knees. Oké, eens nog een keer. Dus op die manier oefen je dus de transitie van de grond naar de knie. Om dan klaar te staan dat je over je schouder heen moet. Maar dat laat je nog eventjes voor later. Daarna ga je nog even 45 seconden zonder gewicht. Ga je even in je squat zitten. Dan gaan we open draaien. Gaat gewoon even ruimte creëren in je heupen, dus hip openers, knieën naar buiten duwen, voel dus goed die binnenbeenspieren terwijl je borst goed ophoudt. Dus doe je 2 rondjes van, in totaal 8 minuutjes. Dan voor de imon, de 24 minuten workout. Je begint met squat clean en push jerk. Dus belangrijk is, clean techniek, midden scheen mee, kijk naar voren, rustig omhoog, hard strekken. En cleanen. En dan ga je meteen, boom, omhoog. Oké, ga je weer naar je schouder. Tik je de grond aan. En op die manier doe je 4 keer achter elkaar. Zonder singles te maken. Dus niet droppen. Elke keer neerleggen. Ook de laatste gewoon neerleggen. Beter voor je techniek en je krachtontwikkeling. Buiten niet handig om te droppen. Oké, okay, dus hou er even rekening mee. 4 reps. Ongeveer 60% van je 1 rep max kan je gebruiken. En als je dus deze workout doet. En je deelt misschien wat spulletjes. Als je dat wil, dat is je eigen keuze. Dan kan je even spelen met een klein beetje variatie in gewicht. Maar dat is dan jammer. Dan de alternating single arm devil cluster. We hebben de dumbbell. We doen die burpee op de dumbbell. Dan gaan we geen snatch doen, maar dan doen we een squat clean. Boom. Thruster. Gaan we naar beneden, wisselen van de hand.
Ga je weer liggen. Borst op. En zo doe je de 6 links, 6 rechts. Dus kies een gewicht waar je dat soepel mee kan blijven doen. Zonder dat je helemaal kapot gaat of gekke bewegingen gaat maken. Is belangrijk. De techniek gaat voor gewicht. En tot slot de D-ball cleans. Hetzelfde als ik net deed in de warm-up. Staan, borst op de knieën. Maar dan vanaf hier is het, boom, naar de schouder. En weer voor je op de grond. Of als je graag wil, rol je hem over je schouder heen. Alleen dan gaat hij alle kanten op. Dus dan moet je hem waarschijnlijk even zoeken. Graag wel op de mat houden en niet op de stenen. Alright? Dus dat is belangrijk, dat we dus goed spanning blijven houden met die strekking. Dus het is nog een keer haplucht. Hier, pakken, knuffelen, knijpen tegen je aan, haplucht, in die heup, boom. En hard strekken terwijl we blijven brazen. Ja, dat is wel heel belangrijk, en helemaal omdat je al moe bent voordat je eraan begint. Dus focus op goed spanning houden. In totaal 6 rondjes. Succes!